Hey allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik sta hier in de keuken vandaag en dat is namelijk omdat we iets heel leuks gaan doen. We gaan namelijk zomerse cocktails maken, dus let's go! Wat je sowieso nodig hebt is een beker, een maatbeker en natuurlijk de ingrediënten voor de cocktail. En voor deze cocktail is dat ananassap, sinaasappelsap, appelsap en een citroen voor citroensap of citroensap uit een flesje. Cocktail Hawaii, hij is niet te moeilijk. Al deze cocktails zijn alcoholvrij ook, dus je kan hem gewoon drinken, ook al ben je 12 of zo. Oké, we gaan beginnen met ananassap. 1 deel ananassap. Dus we gaan het even afmeten en 1 deel gaan we het op het ruitje doen. Zo. En die gaan we in onze beker doen. Ook 1 deel appelsap erbij doen. Dus hetzelfde als wat we net gedaan hebben. Tot op het randje. 1 deel appelsap. Ook in onze beker. 3/4 deel sinaasap. Dus dan moeten we iets onder het randje blijven. Iets minder verzinnen. Zo, dat zal dit ongeveer zijn. Ik hoop dat het nog in de beker past. De beker is al erg vol. Ja, past net. Tada. En het enige wat hier nu nog bij moet is een beetje citroensap. Dus ik ga deze citroen even zo open snijden. En ongeveer 1 theelepel, maar wij gaan er gewoon een beetje inpersen. En dit doe je op smaak. Ik hou niet zo heel veel van citroen. Dus we gaan niet te veel doen om te beginnen. Dan gaan we dit alles even doorroeren beter. Dit is een speciaal stukje. Alles maken door elkaar. En dit is onze eerste cocktail, de Hawaii. En natuurlijk ga ik jullie ook bewijzen dat die gewoon te drinken is. Maar ik ga eerst het een beetje laten afkoelen met de ijsblokjes. Want geen enkel van mijn sappen stond in de koelkast. Dus het is wel fijner als hij even gekoeld is dan dat hij warm is. Dus eventjes deze laten afkoelen. Maar ondertussen kunnen we de volgende cocktail al maken. Cocktail hebben we nodig pompoenmoessap, sap van 10 aardbeien, 1 theelepel rietsuiker, het sap van een limoen. Ik heb er ook even een nieuwe beker bij gepakt en deze even uitgespoeld. Oké, we beginnen dus met 1 deel pompoenmoessap. En ik heb gekozen voor roze pompoenmoes. Je kan ook witte kiezen, maar vermits het met aardbeien is, gaat de roze stuk iets lekkerder zijn. Dus we hebben hier ook weer 1 deel van nodig. Dus we gaan weer op dezelfde manier te werk als daarnet. Dus 1 deel grapefruitsap. Dit doen we ook. Voor het tweede ingrediënt moeten we eventjes wel nog een stapje verder. Want we moeten 10 aardbeien een soort van persen. Dus ja. Ik ga het gewoon proberen boven het bekertje. Ik weet niet of het gaat lukken. Maar we gaan het proberen. Ja, dat kan wel. We hebben het sap van 10 aardbeien en dit gaat nu ook hierbij. Er mag wel een brokje in zitten, nog kan geen kwaad. Een beetje structuur in de aardbei. We hebben ook nog het sap van een limoen erbij doen. Dus we moeten nu weer eventjes persen. Dat kan makkelijk in dezelfde beker. Zo. Het sap uit een limoen. Hup, en die gaat ook bij de cocktail. Oh ja, en dan moet hier enkel nog een lepeltje rietsuiker in. Maar ik ga het gewoon los loco erin doen. Niet overdrijven, dat is meer dan genoeg. En dan gaan we ook dit helemaal
knallen. Ja, ook deze. Zo, en terwijl deze afkoelt, kunnen we de andere gaan drinken. Deze heeft nu echt de perfecte temperatuur. Hawaii toast with taste. Oh, deze is echt lekker. Mm. Echt super lekker fris voor gewoon. Oh, ik proef de citroen wel. Zie je, daarom zeg ik pas op met citroen, want het kan al best wel snel te heftig worden. Maar ik vind deze zo ontzettend lekker voor op een lekkere warme zomerse dag. En ik ga deze gewoon echt helemaal uitslurpen sowieso. Zo, op. Helemaal mijn beker erin gegoten meter. Even mixen nog. En lekker alcoholvrij. En als je dit zo ziet, wie zegt dat dit alcoholvrij is? Als je wil, kan je er ook gewoon alcohol in doen. Ik kan je echt niet tegen, maar ik ben geen alcoholpersoon. Dus ik zal de laatste zijn die er alcohol gaat in doen. Oeps. Maar ja. Deze cocktail, de rode, die laat ik nog een klein beetje afkoelen. En dan zo meteen kom ik bij jullie terug om te proeven. Zo, we zijn intussen een paar minuten verder. Ik heb de keuken opgeruimd een beetje. En ik ga nu de tweede cocktail voor jullie proeven. De strawberry cocktail. En ik ben hier een beetje bang voor. Want ik herinner me dat ik hem al een keer gemaakt had. En toen vond ik hem niet zo lekker. Maar misschien vind ik hem nu wel lekker. Dus ja, let's try. Sorry als er echt een heel vieze smoel uitkomt. Maar ja. misschien vinden andere mensen het wel lekker. Daarom wil ik zeggen van, probeer het. En misschien vind jij deze wel helemaal lekker en die andere helemaal niet. Maar ik vind die andere net iets beter. Maar misschien pakt het wel goed uit. Oké, let's try. Oeh. Ik vind deze niet lekker. Cocktails maken gaat mis. Oh. En ook zo lekker. Oké, nee. I'm so sorry, maar ik ga hem gewoon echt geen tweede poging geven. Oké. Ik zou zeggen, probeer maar er minder limoen in. Ja. Het kan ook komen, pompoenmoes is best wel bitter. En ik hou niet van bitter. Maar ik zei het, ik wil het proberen. En misschien was die nu wel ineens heel lekker geworden of zo. Maar nee. Oké, ik ga van die andere drinken, jongens. Die was wel lekker. Oké, de andere krijgt een 2 op 10. En deze is de overduidelijke winnaar met 9 op 10. Damn. Oh, dit is zoveel lekkerder. Ja. Overduidelijk deze. Oké, maar ik zou zeggen, experimenteer zelf. Als je zelf nog een leuk receptje weet, zet het in de comments. Ben ik heel benieuwd naar. En misschien probeer ik het later in een video ook wel eens. Als het maar niet iets heel smerig is zoals net, dat ik bijna ga overgeven. Want het smaakte echt als kots in mijn mond. Oeps. Ja. Deze is de winnaar. School, fijne zomer nog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Oh, deze is wel lekker.